Egmond verloor ruim 2 jaar geleden 2 geliefde restaurants door brand. In het hart van Egmond aan Zee ging de klok verloren. En nog geen half jaar later brandde Nieuw-Westert in Egmond Binnen af. De herbouw van beide zaken is in volle gang en stolpboerderij Westert heeft inmiddels weer zijn eigen vorm. Zoals je hier kunt zien is links in de originele staat hersteld met de oude stenen. En het rechte gedeelte zijn nieuwe materialen met een vintage look. Het is oud en nieuw Westert. Het hele voorgedeelte is gerestaureerd en weer helemaal opgeknapt, mooi gemaakt. En zeg maar vanaf de tweede schoorsteen is in originele staat terug, maar wel met nieuwe materialen. De buitenkant van het restaurant zal straks als vanouds aanvoelen. Ja, mooi hè. Vooral binnen zullen gasten grote veranderingen zien. Douglas vierkant, straks de bar in het midden, grote keuken achterin. Ja, en binnen waren we vrij om de ruimte zo efficiënt mogelijk in te delen. Ja, het was echt een oude boerderij, maar vreselijk donker. Bovenin zijn er 6 dakramen gekomen. Een grote pui voor meer lichtinval. Ja, we hadden die kuil in het midden met de molensteen. Originele stallen, dus heel veel op- en afstapjes. Ja, nu is het helemaal gelijkvloers. Rolstoelvriendelijk. En ook in Egmond aan Zee wordt de kale plek die na het afbranden van de klok achterbleef weer opgevuld. Tot genoegen van deze inwoonster. Ik vind het heerlijk. Het is zo'n achterlijk gat in het dorp. Het is fijn dat we van de zomer lekker weer hier op het terrasje kunnen zitten. Heerlijk. Ik verheug me. Voor de zomer moet het pand van de klok Casco klaar zijn. Bij Nieuw-Westert hopen ze dan alweer volop te draaien, als corona het toelaat. Sta je nou te popelen om weer aan de slag te gaan? Zo snel mogelijk. Dus als de overheid het toelaat, wij kunnen niet wachten. Ja, 1 mei is wel een hele harde datum. Ja, mits het mag.